Hallo allemaal. Zoals jullie weten komt Sinterklaas elk jaar naar Nederland met de pieten. Dat betekent dat we onze schoen mogen gaan zetten. Ik heb een wortel in de schoen gedaan voor het paard van Sinterklaas en een verlanglijstje met leuke dingetjes die ik graag zou willen hebben. Of die krijgt, dat weet ik niet. Dat hoop ik natuurlijk wel. Dus Sint, als je dit ziet, sommige mensen zetten de schoen thuis bij papa en mama. Sommige mensen zetten de schoen bij opa en oma. Sommige mensen zetten de schoen bij een neef of nicht. En anderen doen dat weer bij een oom of tante. Sommige mensen zetten de schoen bij papa en mama op werk. En sommigen zetten hem bij een vriendje of vriendinnetje. Sommige mensen doen bij een sportvereniging. En sommigen zetten hem ook nog op school. En sommige mensen, ja, dat ga je niet geloven. Oh, wacht eens even. Ik zie hier een volle schoen. Maar dat komt natuurlijk, we zijn niet op het letten. Want Piet komt altijd langs als we niet opletten of wij liggen te slapen. Dat betekent dat wij hier ook niet op het letten zijn even. Dus dan gaan we eens even kijken wat hier aan de hand is. Kijk, ik denk dat Piet hier langs is geweest. Als ik deze namelijk één keer, twee keer ronddraai, dan zie je dat de schoenen in één keer gevuld zijn met cadeautjes. Hoe kan dat toch? Dan gaan we hier ook eens even kijken. Eén keer hebben de vingers. En ja hoor. De schoenen zijn allemaal gevuld met cadeautjes. Kijk, deze schoen die stond heel goed verstopt. Die stond namelijk bij het raam. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat deze schoenen ook gevuld zijn. Nou, wat zal er nou met deze schoen gebeurd zijn? Ik zou het niet weten. Die stond namelijk bij de open haard. En ook hier is Piet langs geweest. Maar het rare is, soms letten wij gewoon niet op. Soms letten we gewoon niet goed op. Soms letten we echt niet goed op. Want als we deze omdraaien namelijk, dan zie je hier pakjes. En dan blijkt dat ook de laatste schoen gevuld is met cadeautjes. We gaan hier ook eens even kijken. Inknippende vingers. En ja hoor, ook al deze zijn gevuld met cadeautjes. Ook al letten we echt super goed op, dat maakt allemaal niet uit, want we hebben hier een schoen. Die schoen gaat tussen de andere schoenen met cadeautjes. En ja hoor, je ziet het. Deze schoenen zijn ook allemaal gevuld. We hebben hier nog één paar. Let goed op. Eén knip in je vingers. En ja hoor, ook deze schoen vult zich helemaal met cadeautjes. Ik weet wel wat ik ga doen vanavond. Ik ga mijn schoen zetten. En hopelijk krijg je er wel leuk in.